deze nieuwe YouTube-clip. Ja, ik wil het vandaag met u hebben over liefdesrelaties. Liefdesrelaties, ja, zijn er in allerlei vormen op aarde. Tussen mensen, tussen dieren, maar intermenselijk, ja, veel liefdesrelaties. Op allerlei niveaus. Het kan op vriendschappelijk platonisch niveau zijn, maar het kan ook op het niveau zijn van romantisch en amoureus en geestelijk, lichamelijk, seksueel, alles, noem het maar op. En er komen ook weer vaak nieuwe kinderen uit voort, want dan ontstaan er gezinnen, noem het maar op. Liefde brengt veel geluk, maar maakt soms ook mensen stuk. En liefdesrelaties aangaan is mooi, maar het brengt ook een zeker risico met zich mee. Maar dat zorgt kortom wel voor diepzielduiken. En diepzielduiken is iemand die dat ook doet, is Yomanda, die heel diep gaat samen met de andere wereld. En zij heeft daar een prachtig gedicht over door mogen krijgen, Yomanda. Van harte welkom weer. Ja, hoi. Ik zou willen vragen, ja, zou je het gedicht voor willen dragen? Ja, sorry dat je in de reden viel, maar doe je ding. Dankjewel. Er zijn vele liefdesrelaties stuk gemaakt door anderen, omdat er een verschil van geloof was, of huidskleur, of een cultuurverschil. Vreselijk is dat als je echt van elkaar houdt, dat je uit elkaar moet door een andermans wil. Hoe vaak hoor je niet dat een rijke man verliefd wordt op een arme vrouw of andersom? Dan mag het niet, en horen ze, het is beneden je stand waar je in belandt. Of men heeft commentaar over een leeftijdsverschil, een oudere man met een jongere vrouw, of een oudere vrouw met een jongere man, dat dan zogenaamd niet kan. Allemaal onzinverhalen om mensen die van elkaar houden uit elkaar te willen halen. Echte liefde mag zich niet laten blokkeren. Het zal toch niemand deren? Als men gelukkig is met elkaar en het gevoel is echt, om dat te gaan blokkeren is erg slecht. Misschien is je echte liefde verloren gegaan en ben je getrouwd met een ander, maar denk je er nog steeds aan? Dan is het belangrijk om erover te praten, want je huidige partner krijgt het toch ooit in de gaten. Dat je gedachten ergens anders zijn en dat is niet fijn. Misschien kun je de echte liefde nog gaan achterhalen, dus op zoek gaan naar hem of haar. En wie weet, kom je toch weer bij elkaar. Want wie er bestemd voor je is in dit leven, moet je opnieuw de kans geven. Zodat iedereen de vrijheid krijgt om te kunnen kiezen en elkaar niet meer te willen verliezen. Want bij echte liefde is er geen ruimte voor een ander, omdat je vanuit je diepste innerlijk voor elkaar gekozen had. Dan maakt cultuurverschil, huidskleur, leeftijdsverschil of een rijke stand nooit een probleem van een echte liefdesband. Je gevoel zegt wie er bij je zal moeten horen. En dat mag niemand ooit verstoren. Prachtig. Ja, dat is zo waar en ja, heel herkenbaar dat liefde eigenlijk door alles heen gaat. Hè? Dat liefde, echte liefde ligt niet. Hè? Dat is zo mooi. Ik vind dat zo bijzonder. Ik ben weer helemaal perplex hoe je dat dan weer zo doorkrijgt en hoe kloppend dat het is, hoe mooi en ja, hoe waarachtig jouw gedichten ook zijn. Want het is echt zo, mensen weten gewoon via die onderstroom die ze voelen, dat het waar is wat je zegt, dat het resoneert met hun gevoel. En ja, kortom, ik vind het prachtig. Dank je wel, lieverd, dat je dit wilde delen met ons. Zo mooi. Heel graag gedaan. Ja. Dank je, prachtig. Nou, veel mensen hebben ja, liefdesrelaties gehad of hebben. Of hebben liefdesverdriet. Zou je deze mensen, maar ook allerlei andere problemen, want jouw healings zijn multifunctioneel. Maar zou je dat willen bezegelen met jouw mooie energie voor de mensen thuis? Ja hoor. Thank you.
Ja, oké. Okay. Heel bijzonder. Ik voelde ook op mijn hart heel veel warmte. En ja, ik denk dat ook heel veel mensen misschien met een gebroken hart ook weer hulp mogen krijgen. En ook weer van zichzelf mogen leren houden. En van anderen opnieuw weer kunnen houden of kunnen vergeven of wat dan ook. Dus natuurlijk, liefdesrelaties die doen veel met mensen. Prachtig, Jomanda. Heel erg bijzonder. Het is heel, ik vind het heel mooi, heel fijn. Ik hoop dat veel mensen hier dingen uit kunnen halen of dingen hebben mogen ervaren. Als u thuis dingen heeft meegemaakt, misschien heeft u meer inzicht mogen krijgen. Misschien heeft u dingen mogen zien, mogen voelen. Heeft u misschien een groet van een dierbare overledene gehad waar u een liefdesrelatie mee heeft gehad? Of misschien mag u ineens weten dat u bepaalde mensen kent uit een vorig leven. Dat kan allemaal via het mediumschap van Jomanda gebeuren. En dat is een innerlijk weten waar niets meer tegen op kan dan. Dat voel je dan. Toch, hè, Jomanda, zeg ik het zo? Ja. Ja, oké. Okay. Dat, want dat, ja, dus dat... Er zijn veel mensen die elkaar herkennen, dus Ja, mooi is dat. Hè. Het blijft toch altijd wonderlijk dat je elkaar dan door die levens heen weer tegenkomt elke keer. Hè. Dan zie ja, maar wij hebben ook meerdere levens gehad samen. Ja, dat voel ik ook heel sterk. Dat heb ik altijd gevoeld. En we hebben die erkenning ook samen. En dat is zo fijn. Ja. Ik ben er zo blij mee dat we dan toch weer uiteindelijk bij elkaar geland komen. Met onze parachutjes als we op aarde gegooid worden eigenlijk. Dus ik ben daar, ja, ik vind het heel mooi, die erkenning. Ja, dan kom je elkaar weer tegen. En ja. Heel waardevol. Ontzettend dankbaar voor. Ja. Ja, en ook leeftijdsverschil bijvoorbeeld. Ja, Paul die was natuurlijk 22 jaar jonger. Ja, maar dat maakt helemaal niet uit, hè, lieverd, nee. Want energie ligt niet. En als je echt van elkaar houdt, dan moet dat allemaal niet uitmaken. Dat zegt het gedicht ook zo mooi, hè? Dat beschrijft het ook helemaal van boven. Dat maakt rangen of standen of leeftijden, getallen die vallen weg. En die liefde gaat dwars door alles heen. En ja. Zoals Edith Piaf had ook een hele jonge jongen, hè? Dat was echt liefde. En heel veel mensen dachten, oh, die doen het om het geld. Maar ja, die hielden echt van elkaar. Dus wat maakt het uit? Laat die mensen toch gelukkig zijn, hè? Ja, ik weet het. Ik heb dat fragment toen ook gezien, een tijdje terug op YouTube. Waarin Edith Piaf een interview gaf toen. Een van haar laatste interviews was dat, vlak voor haar dood. Toen zij samen met die jonge man waar ze toen een relatie mee had. En je kon zien... Het waren zwart-wit beelden, maar je kon zien dat het echt was. Dat het echt was. En dat het heel puur was en niet ging om, haar, om het geld of om haar bekendheid of wat dan ook. Het was echte liefde. Dat was echt een pure... Ja, van mens tot mens. Ja, herkend. Dat was erg onder de indruk. Ja, dat was echt heel mooi. En ik vond het prachtig. Heel mooi. En ik denk dat heel veel mensen, ik krijg ook helemaal kippenvel nou, toch hele mooie dingetjes mogen ervaren. En ik, laat het ons weten als u bijzondere dingen hebt meegemaakt. Jomanda, ontzettend bedankt dat je er weer was. Heel graag gedaan. Ja, ik vind het echt heel fijn dat zoveel mensen toch jouw stem weer kunnen horen. Dat is zo fijn. Dat is... heel fijn om naar te luisteren. Dank je voor het mooie gedicht. En heel hopelijk... Jij hebt ook een hele mooie stem, hoor. Vergis je niet. Nou, dank je wel. Ik hoop het. Dat, onze beide trillingen, die zijn voelbaar voor de mensen. Ja, als wij praten samen. Ja, dat voel ik ook. Dat het een soort... dat die trillingen gewoon samenkomen als een soort samenballing van een hele hogere frequentie. En dat is heel, ben ik echt dankbaar voor. Echt dankbaar dat dat mag plaatsvinden. Ik ook hoor. Ja, weet ik. Dat is echt, we zijn allebei heel dankbaar voor dat we dit voor mensen mogen doen. Ontzettend fijn. Dank je wel. Nogmaals, Jomanda, ontzettend
Ja, dankjewel. Jij heel erg bedankt voor je inzet weer. De goddelijke wereld, ontzettend danken, wil ik danken voor wat ze doen weer. En heel graag tot de volgende keer. Ook heel graag. Oké, hoi hoi.